Tot bijna als die van Kylie die ik heb. Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben nu bij mijn ouders en ik kom net van de Action in Bussum, waar ik eigenlijk spontaan was. En daar zag ik deze nieuwe 2-in-1 glossy lipsticks. En ik kom best wel vaak bij de Action, maar deze heb ik nog nooit gezien. En want ik dacht namelijk eerst dat het helemaal gloss is. Maar nu ik er zo naar kijk, denk ik dat het dus zo'n lipstick is met een matte en een gloss. En dat matte wordt dan volgens mij, tenminste het wordt helemaal droog. Ik weet het niet precies. Ik dacht eerst, oh leuk, glossy, want matte is niet helemaal hip meer. Het is tegenwoordig allemaal van de gloss en zo. Maar ik ga ze voor jullie testen en ik zag er zelfs nog meer. Alleen dan waren er bepaalde kleurtjes dubbel. En ik kwam er ook net achter dat één verpakking open is. Dus misschien is dat wel de reden waarom deze dubbel is. Volgens mij heeft iemand gewoon kleurtjes lopen wisselen hierin. I don't know, maar in ieder geval. Ze kosten €1,98 per stuk, geloof ik. Dus je betaalt €1 voor een lipstick, lipgloss, duo zelfs. Heel erg goedkoop. Ik ga ze voor jullie testen. En ja, ik hoop gewoon dat het wat is. Ik ben heel erg benieuwd. Er zitten ook een paar hele leuke nude kleurtjes bij. Dit zal ik bijvoorbeeld nooit dragen. Maar ik ga ze allemaal testen. En hopelijk kan ik jullie ook vertellen welke kleur het dan is. En ben je hier trouwens nieuw, vergeet dan niet hieronder te abonneren. Dat is helemaal gratis en ik maak best wel vaak dit soort video's. Sowieso heel veel dingen van de Action zie je voorbij komen op mijn kanaal. En doe zeker een duimpje omhoog als je net deze video en als je net zo benieuwd bent als ik. Oké, laten we gaan beginnen met dit kleurtje. Die vind ik zelf heel erg mooi. Oh, Nude Sensation heet deze, maar dat zie je dus pas als je verpakking hebt. Ik ben nu dus bij mijn ouders en daar heb ik alleen dit micellairwater met olie. Want er staat ook gebruik een remover met olie. Ik denk dat het heel erg droog gaat zijn of heel erg mat. En ja, ik had ook wel eventjes olijfolie of zo kunnen gebruiken. Maar ik ga het voor nu even hiermee proberen. Oké, yes. Ik heb hier allemaal AliExpress pakketjes liggen. Die wou ik misschien ook nog gaan filmen. En er zit een hoesje bij met een spiegel. Dus ik heb een spiegel. Hij is vet goed, by the way. Oké. Die video staat nu trouwens nog niet eens online, denk ik. Laten we beginnen. Best mooi. Of niet? Er komt heel weinig spul af, maar daar hou ik zo wel van. Het mengt zich heel erg met mijn lip. Het ruikt echt heel vertrouwd naar een soort van make-up. Het wordt wel een beetje streperig, dus je moet echt even... Oké, het is best wel nog een beetje sheer. Het is nu echt niet full coverage of zo. Persoonlijk hou ik daar meer van, maar voor make-up is het volgens mij... Ik ben trouwens heel rood, maar is het volgens mij wel de bedoeling dat het echt vol dekt. Het is een beetje droog, maar ook een beetje kleverig. Ik denk dat ik voor het beste resultaat toch nog even een laagje aan moet brengen. Ja, eigenlijk met één keer erin kan je maar één lip doen. Wat vinden jullie trouwens? Vinden jullie het ook jammer dat ze dan twee van dit soort in een verpakking doen? Echt twee totaal verschillende kleuren. Of vind je het juist leuk omdat je dan denkt van ja, dan koop ik misschien een kleurtje die ik normaal niet zou dragen. En die me misschien wel mooi staat ofzo. Ik weet niet, ik vind het altijd jammer dat je dan, ja, dit draag ik bijvoorbeeld weer niet. Oké, ik moet het even laten drogen. Zien jullie? Het is echt heel erg vlekkerig. Ja, dat is officieel gewoon niet de bedoeling. Dan nu de gloss. Ik ben benieuwd of het een plakkerige gloss is. Of zo'n hele lekkere zachte. Het is nu in ieder geval wel best wel droog. En komt of mijn hele stokje, sponsje gekleurd gaat worden. Oké, mijn lipstick is echt... geeft nul af. Dus ik hoopte eigenlijk dat ik dan door de gloss dat vlekkerige een beetje kon uitvegen. Maar dat doet het niet. Maar dat is wel weer goed. Want dat betekent dat hij dus echt niet afgeeft. De applicator van die sponsjes is wel echt dat er maar heel weinig product op komt. Oh, de gloss is echt een mix tussen plakkerig en zacht. Eigenlijk perfect. Die gloss is heel chill. Ook niet super glossy of zo. Kijk. Ja. Dus het blijft goed zitten, dat sowieso. Het wordt nog een gedoe met eraf halen, maar het is wel vlekkerig. Deze dan tenminste. Het kan allemaal anders zijn. Oh, dit is een hel om eraf te krijgen, ik merk het al. Dit is echt een drama. Oké, zorg echt dat je olie hebt. Ik heb nog nooit zoveel moeite gehad. Het lijkt bijna alsof ik nagellak van mijn lippen afhaal. Ik ga even beginnen met een ander kleurtje die mij heel erg aanspreekt. Dit is nude. Nu lijkt weer meer af te komen. Misschien moet ik trouwens niet zo... Oeps, ik ben een beetje aan het overlijnen. Onderlijnen. Maar deze dekt veel beter. Veel beter dekt het. Dit is de kleur. Ik vind hem best wel mooi. Hij dekt echt beter.
Hij is totaal niet gestreept of gevlekt. En het is best wel, het is echt een kleur, maar het ligt niet dik op mijn lippen of zo. Het voelt bijna als die van Kylie die ik heb, ik zweer het. Oh, als het op je tanden komt. Wel een beetje dit. Dat is echt niet chill. En dat had die ander weer totaal niet. Dus tot nu toe zijn ze verschillen. Ik neem aan dat de gloss wel echt hetzelfde is. Die gloss is volgens mij puur zodat je het gevoel gewoon fijner is. En volgens mij moet je dit niet echt kopen als je per se een matte lipstick zoekt. Want dat is minder chill op je lippen dan een matte lipstick. Maar het is er echt voor gemaakt dat het gewoon heel lang blijft zitten. En door die gloss wordt het dan wat comfortabeler op je lippen. Ik vind deze echt wel mooi. Ja. En de gloss voelt heel chill. En weer zit er gewoon niks op mijn sponsje. En ik heb er ooit eentje van Max Factor gehad. En daar zit er toch wel wat op mijn sponsje. Dus chapeau. Nothing. Ik hou er persoonlijk van om lekker de hele dag door je lipstick bij te blijven smeren. Ik vind het helemaal niet erg als het er snel afgaat. Maar hou je dus van een lipstick die lang moet blijven zitten. Dan heb je er eentje voor een euro. Ga ik er gewoon even steekproefgewijs nog eentje testen om te kijken of het nou weer anders valt. En dan ga ik de rest wel eventjes toch, ja, de kleurtjes voor jullie testen. Omdat er toch wel een verschil zit in, ja, hoe mooi ze zijn. Dan nu nummer Barely Nude. Wat is hier nude aan, jongens? Oh, Barely Nude. De applicator is wel echt... Oh, ik heb trouwens ook nog andere lipsticks van Essie gekocht voor een andere video. Dus dat jullie dat weten. Ik weet niet of die online staat. Zo ja, dan zie je dat nu in het i'tje. Deze is ook niet zo echt vlekkig. Sorry, ik ben echt super scheef. Deze kleeft niet zo erg. Sorry voor die vlek hoor, maar hij is heel droog. Deze gaat weer wat meer in de lijntjes trekken. Hij is een beetje tussen die andere twee in. Ik deed er trouwens nu geen gloss overheen, want dat... steeds hetzelfde. Zo, mijn lippen zijn wel lekker gescrubt straks. Dit hoesje was trouwens maar 50 cent. De linkjes die doe ik in de video. Niet in deze video, in de Ali video. Eentje waar ik heel benieuwd naar ben is de paarse kleur. Ik heb nog... Ja, volgens mij zijn deze twee echt hetzelfde. Maar ik denk dat iemand dus de verpakkingen heeft lopen wisselen. Ja, dat is al bij Red Poison. De paarse heet. Hoe zou die heten, denk je? Welke groente lijkt op deze kleur? Aubergine. Ik verwacht hier een vlekkerige bol van. Ja. Jeetje, maar kijk, het droogt best wel snel. Je moet eten dippen, dus dat is wel een beetje stress. Oh, dit is echt drama deze. Weet je, ik ga hier niet eens meer door. Dit zijn echt al vijf keer ben ik erin gegaan. Ik ga er snel afhalen, want dit ga ik er weer meer af krijgen. Deze is echt verschrikkelijk. Dit, dat weet ik gewoon zeker. Dit is helemaal niks. Oh, en nog meer... zelfpromotie. Ik heb ook de Action ijsmaker getest. Dat kan je ook zien op mijn kanaal. En de Action stijlborstel. Action make-up. Action shotlogs. Nou, dan nu de donkerrode. Dat kan ook vlekkerig worden. Ik weet het niet. Vampire Red. Oh, wow, dit is echt een bloedkleur. Ik ben ongeduldig geworden. Wat wel zo is. Netjes aanbrengen is echt heel eeuw. Ja, als je gewoon even goed de tijd neemt, dan kan je het wel netjes aanbrengen. Ja, ik vind het lastig uit te leggen, maar die applicator is zo slecht. Dat, ja, je doet het één keer en als je nog een keer overheen gaat, dan veeg je het alweer een soort van uit. Het is bijna niet te doen om het netjes te doen. Het lijkt echt, ik lijk echt op mijn klauw nu. Het lijkt alsof ik nog nooit eerder make-up op heb gedaan. Ik vind deze echt niet mooi. Deze gaat er wel makkelijker af. We hebben er nog twee, jongens. Vinden jullie trouwens leuk om dat soort video's te zien? Laat het even weten, doe even een duimpje omhoog. En hoe weet ik dat? Want vaak denk ik dat ik weet wat jullie leuk vinden, maar I don't know. Ik denk het. Dan heb ik nu peachy pink en mijn lippen zijn alsof ik echt allemaal lagen van mijn lippen afschuur. Er komt zo weinig op je sponsje. Deze gaat er veel minder stroef. Hoe lichter, hoe makkelijker. De eerste is tot nu toe wat vlekkerig. Dit ga je toch niet dragen? Zou jij dit dragen? Zo, het doet echt wel pijn aan mijn lippen. Vinden jullie trouwens ook dat deze drie kleurtjes er zo mooi uitzien? Gewoon? Dat je denkt echt van, oh, mooi. Ja, het is weer heel droog. Ze
Zag je dat hij scherp stelde op de foto van mijn broertje en ik? Ik weet niet wat hij op de achtergrond was, dat is schattig. Dat is wel leuk. Het is echt niet fijn voor je lippen. Nou, deze zijn dus hetzelfde. Het is heel heftig spul. Ik vind het prima om lipstick te swatchen. Mensen zeggen altijd, oh mijn lippen, dat heb ik niet zo snel. Maar deze zijn echt heftig. Ik weet, ik vind het altijd wel gewoon de moeite waard om te kopen. Dat ook vind ik het niet heel tof dat ik zeg van ja, leg €2 neer en je hebt gewoon een leuk setje. En test gewoon en kijk wat je ervan vindt. En ja, wil je ooit dat je lipstick vettig blijft zitten, dan doet dat deze toch wel. De rode is best oké. En rood is best een moeilijke kleur volgens mij. Ik weet dat ik het niet netjes heb aangebracht, maar het plakt niet heel erg. Niet echt in de lijnen. Help heu. Ik denk nog wel lipstick en ik had het niet getrokken. Ik heb gewoon geen hype meer over. Ik ben nu moe. Nou, dat was dit de video. Ik ga heel erg snel mijn lippen insmeren. Het is echt heel heftig. Het is echt heel heftig. Ik hoop dat jullie dit wel heel erg leuk vonden. Dus zeker even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En eventjes uit respect dat ik al deze lipstick op mijn lippen heb gedaan. Ja, de mening is dus een beetje verdeeld. Is eigenlijk viel het best wel tegen. Eigenlijk was het, ja, zou je er anders sponsje in doen, was het misschien al anders. Weet je, dat je in één keer gewoon een mooie dikke laag kan aanbrengen. Het sponsje is mooi. Het wordt heel droog. Blijven zitten is echt een 10. De kleur is ook echt zeker wel een 8 of zo. Alleen sommige zijn alweer wat streperiger. Dus ja, ik heb het eigenlijk al gewoon verteld gedurende de video. Oh, ik ga even een glossje op mijn lippen doen. De gloss is echt heel chill. Ik denk toch, stel je moet een theatervoorstelling spelen of zo. Je wil dat je lipstick de hele tijd goed blijft zitten. En van ver af hoeft het er niet top uit te zien. Daar is dit echt top voor. Lekker cheap, veel kleurtjes, blijft lang zitten. Dus, oké. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren, te reageren. En dan zie ik je hopelijk zaterdag om 9 uur weer met een hele leuke nieuwe video. En misschien ook ergens gedurende de week nog met een extra video. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot dan. Doei!